Jullie gaan net zo verrast zijn als zij ik. Zij weten het al. Niet. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik moest van mijn lieve vriend inpakken. Zomerkleding. Genoeg voor een paar dagen. Laptop mee. Want we gaan ergens heen, maar ik weet niet waar naartoe. Ga jij nu verklappen aan mijn kijkers waar we heen gaan dan? Nee, nog niet. Nog niet? Voor me. En het is heel leuk, want ja, je bent ingepakt, je hebt alles bij je. Je bent voorbereid, maar je weet eigenlijk niet waarvoor en waar je heen gaat. Dus dat is best een raar gevoel. Ik heb ergens een gevoel en ik hoop dat het waar is, maar ik wacht het nog even af. Dus ja, leuk. Jullie gaan net zo verrast zijn als zij ik. Zij weten het al. Niet. Ja, want ik heb jouw vlog ingesproken. Dat meen je niet. Dus als je gaat editen, dan zie je dat ook, dat is wel grappig. Oh my god. Leuk. Goed. Nou, wij gaan nu naar Schiphol. We zijn wel gewoon met de auto. Wat we altijd doen, we doen altijd valet parking. Dat is eigenlijk mega handig. Je kan hem zeg maar bij lang parkeren zetten. Maar dan moet je met een bus naar Schiphol en zo. Dus wij doen dan exclusief valet parking bellen. Zij halen je auto op. Zij parkeren hem ergens. En wanneer je landt, een paar dagen later, en je loopt Schiphol uit, zet je auto weer klaar. Dat hebben jullie volgens mij in een andere vlog ook al gezien. Dat gaan wij weer doen. Maar het is niet eens duurder. Nee. Dus dat is wel een leuke tip voor alle reizigers onder ons. Dus je stopt. Ja, je stopt uit. Ja, je stopt uit, je geeft de sleutel en je loopt zo naar binnen. Je tekent af, je auto gaat ergens op slot. En let's go. En zij waken hem. De dag dat je aankomt, bel je weer en staat je auto voor de deur. Ja. Hoe relaxed is dat? Mega handig. Ja. Maar. Dat is wel echt een uitvinding, man. Dat is echt een uitvinding, maar weet je wat ik ook echt een uitvinding vind? Ja. Dat ik zeg maar zo'n lover heb die houdt van verrassingen. Love it. Echt love, love it. Leuk dat je kijkt en. Nou, jullie zien mij zo terug. Rainy Schiphol. Dat jullie heel erg gelukkig geworden zijn. Word blij. Als ik op Schiphol ben en het regent, wat dat betekent, bye bye regen. Dus dan heb je hier de bocht tussen twee, vertrekhal 2 en vertrekhal 3. En dan zie je daar al iemand aanlopen en die gaat onze auto meenemen. Super handig. Goedemorgen, kom jij onze auto halen? Hallo, jazeker. Helemaal top. Super. Hé, hey, en dan moeten we jou bellen toch? Als we weer... Als we zijn geland. Ja. Top. Nou, pas goed op de auto en dan zien we je over een paar dagen. Yes. Oké. Goed, de auto ingeleverd en we zijn meteen Schiphol ingelopen. We staan bij KLM in de rij. Het is echt super druk. Dus ja, KLM. Wel stress blijkbaar, want we vliegen hangt over een uur boarden. Dus terug. Maar ik zie ook nergens een land staan. Ik zie alleen maar Delta, Alitalia, KLM, baggage drop-off staan. Dus wanneer we onze koffer in dat automaat leggen, zie ik staan waar we naartoe gaan. We gaan naar Curaçao, ik zie het staan. Gate A17. Curaçao, nu instappen. We gaan naar ons lievelingsplekje. We zijn precies een jaar geleden hier ook geweest. Dat weet je niet meer. Waarschijnlijk dat weet ik wel. Oktober was onze eerste vakantie. Oh, toch wel. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Precies zo toevallig het momentje dat ik daar weer heen moest. Dus dan was het gewoon perfect. Jij moet daar gewoon werken en ik mag gewoon mee. Gezellig, hè? Ja. Dankjewel, baby. Slijmbal, slijmbal, zie. Slijmbal, slijmbal, slijmbal. We zijn geland. We zijn 9 uur verder. Volgens mij 10 uur verder. En we hebben ons autootje al. Het zonnetje schijnt.
eerst thuiskomen dit. Hè, Juju? Sowieso. Aangekomen bij het Amalia Boutique Hotel. En de oplettende kijkers kennen dit hotel, want hier waren wij vorige keer ook toen we hier in april waren. En het zonnetje schijnt en we hoorden net dat het Gay Pride is hier. Dus we gaan vanavond even of zo meteen even kijken. Gay Pride. Ik zal het even filmen de voorkant. Want mocht jij dus naar Curaçao gaan, een van deze dagen, maanden, jaren, is dit een heel, heel, heel leuk plekje om te verblijven. Het heeft een hele huiselijke sfeer. Je hebt het zwembadje en het zit heel centraal. Je zit in Yamtil, dus je kan vanuit hier met de auto zo overal naartoe. Zo heet het. Amalia Boutique Hotel House of Art. En dan heb je hier dus de entree. En hier zit ook zoals je ziet gewoon heel huiselijk. En dat is ook gewoon... Ja? Hallo? Hi, Isaac. Hoe is het? Goed, welkom. Goed, hè? Leuk om je weer te zien in de vlog. Ja, en de vlog is vandaag van de Curaçao Pride Parade. Ja, dat is dus de Gay Pride hier op Curaçao. Super populair. Super populair. Fred, je mist. Je mist Fredje, ja. Oké. En die is er gewoon niet bij. Nou, let's go to the room. Ga ik omkleden en gaan we daar even. Ja, is goed. Leuk. Goed om er weer te zijn. Ja, echt leuk. Yes. Geniet ervan. Dankjewel. Happy om jou hier te hebben. Dit is het mooie zwembad. En we blijven dit keer in kamer 12. En dat ziet er zo uit. Het is eigenlijk een beetje je eigen appartement. Hi baby. Dus je hebt gewoon een woonkamergedeelte. Keukentje. We hebben hier de slaapkamer. Mega chill met echt een heel lekker bed. En de badkamer. Yay. Love it. Fijn. Oké. Okay. Nou, we gaan ons klaarmaken voor de Gay Pride, schat. Jongens, tip uit Curaçao. Polar, typisch Curaçao's biertje. Bam, met een beetje mint en citroen. Ginger ale. Is de shit, hoor. Dit is het drankje. Beetje roeren en klaar, klaar. Cheers, baby. Bon dia, Curaçao. Zo lekker. Ja, ja, ja. Ik heb nieuwe bikinis gekocht. En die laat ik jullie later even zien. En ik heb deze veel te leuke slippers ook gekocht. En ik ga jullie daar zo wat meer over vertellen. Dat is echt een heel leuk concept. Want dit kan je dus gewoon zelf maken, deze slippertjes. En met verschillende linten. En dan kan je dus wisselen in kleur. Dus dat is super leuk. Ryan die heeft nu een meeting met Veronica. En die zitten als het goed is hier ergens beneden. Ik ben even gaan shoppen dus. Oh, ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. En dan gaan we zo naar huis klaarmaken voor vanavond. Wij gaan nu naar een supermarkt. En dit ga ik
zwaar vloggen. Want mijn vent loopt zich altijd helemaal uit in de supermarkt. Welkom in de supermarkt van Curaçao. Ik vind Rijn altijd zo schattig, want hij is altijd in zijn sas in de buitenlandse supermarkt. Kijk, daar gaat hij al. Cassavechips. Cassavechips. Wat vind jij nog meer fantastisch aan die supermarkt in het buitenland, schat? Nederland niet, zeg maar. We gaan alleen wat kleins eten, want we gaan toch zo uit eten. Ja, we gaan zo uit eten, ja. Dus pak maar iets kleins. Yay, omgekleed. Jurkje aan. En we gaan nu eten bij een vegetarian / vegan restaurant. Wat heel moeilijk te vinden was hier op Curaçao. Maar er is een restaurantje. Wat volledig vegetarisch / vegan is. Dus dat is top. Het heet Vita. Zo ziet het eruit. En het is wel echt super schattig, want dit is dan zeg maar het rode restaurantje. Dat is dan Vita, daar gaan we eten. En zo'n mooi turquoise huis. Dat daar is donkerblauw. En het is echt een super leuk straatje. En dit is in de buurt Pietermaai. Kijk, babyblauw, roze. Ik vind dat zo schattig. Let's go! Nee, daarachter is de zee. En we zitten hier in het tuintje. Super cute. De tomatenrisotto met mozzarella, maar geen echte mozzarella maar. Hoe noemden ze dat nou, schat? Vegan mozzarella. Vegan mozzarella. En jij hebt? Ik heb vegan garnalen. Vegan garnalen, die zijn gemaakt van soja. Soja met aardappeltjes en ik zie open en broccoli volgens mij. Oh my god. Dus ook op Curaçao kun je lekker vegan eten. Eerste hapje. En? Lekker? Lekker zeg. Oh schat. Eet smakelijk. Dank u wel. Dank je wel. Morgen iedereen. Ik zou jullie nog even laten zien wat ik gisteren heb gekocht. Ik heb dus 3 bikinis gekocht waarvan dit er eentje is. Met allemaal palm tree leaves. Een witte bikini. Met echt een super klein broekje. Het is Braziliaans. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En ik heb deze gekocht. Een beetje dat zacht roze, maar echt super mooi op je huid als je al een beetje bruin bent met dit broekje. Je ziet het niet heel goed, maar het heeft hier van die roezeltjes. Dus dan krijg je echt gewoon een goede bil in zo'n broekje. En hij is vrij hoog uitgesneden. Dus dit is een setje. Dan heb ik deze. Dit is een beetje denim. Het lijkt dus gewoon alsof je spijker aan hebt. En dit is eigenlijk hetzelfde model als die ik vorig jaar heb gekocht. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En dan heeft hij hier links van die roezeltjes, franjes en rechts ook. En daar kan je dan ook mee spelen. Dus die heb ik dan ook gekocht. Dus dat zijn die bikinis. En dit zijn dus die slippers waar ik jullie gisteren over vertelde. Ik heb dit dan nu met bordeaux rood. Maar ik heb dus ook een groen lint. En ook crème lint. En daar kun je die dus gewoon verwisselen. En dat is eigenlijk heel simpel, want je doet het door het lusje heen. Je hebt hier die ring en je hebt hier een lus en je hebt hier een lus. En eigenlijk stap je zo met je voet erin. En dan heb je gewoon iedere keer weer een hele andere slipper. En ze lopen echt heel erg lekker. Heel zacht. Dus dit is gisteren gekocht. Nu gaan wij, zitten we hier nog bij het Amalia Boutique hotelletje. En we gaan lekker richting de westkust. We gaan naar een strandje waar je met schildpadjes kunt zwemmen. En we gaan vandaag op deze zondag echt even optimaal chillen. Alsof het dus echt een vakantiedagje is vandaag. Nou heb ik de groene eromheen gedaan. Kijk hoe leuk. Yes. Oké, let's go. Goed, het is nu 9 uur in de ochtend. En we gaan om 12 uur richting de Westpunt rijden. En dan gaan we met schildpadjes zwemmen en zo. Dus we dachten, we gaan de eerste 2-3 uurtjes bij Jan Tiel Beach liggen. Daar liggen we nu. We liggen bij Beach House Cocos. Dat is volgens mij een vrij nieuwe tent. En het is zo chill. Kijk. Dus dit is dan Jan Tiel Beach. En hier is Beach Club Cocos. Dat is mijn babytje. Dus hier liggen wij. Onder een echte palmy. Ja, ja. En dan is dit dus gewoon je plekje. En dan heb je dus dit als uitzicht. We got an ananas. Pineapple. Oh my god. Met allemaal fruit. Yeah. Genieten, hè, deze zondag. Altijd even een fucking tamer. Je bent gewoon een vreetak. Ik wil me altijd vooral vergeten.
Laat een comment achter. Zien jullie Rijn altijd vreten? Ja of nee? Als ik zit te eten, zit jij die kant op mijn bek. Dan vind ik je ook het schattigst. Wij zijn nu aangekomen bij Playa Grande. Wat? Playa Grande. En hier kan je dus met schildpadjes zwemmen. We hebben er net al een paar gezien vanaf de kant. Dus onderwatercameraatje mee. En let's go in the water. Playa Puerto Marí. Hey, hey, het is alweer een nieuwe dag en vandaag heb ik lekker de hele dag bij Cocos Beach gelegen, hier bij Jan Tiel. En hier achter mij is Zanzibar nu. Ryan had de hele dag meetings. Eigenlijk hele leuke, spannende meetings. Waarbij ik wel al kan verklappen dat er heel veel gave projecten aan zitten te komen hier op Curaçao. Dus dat betekent dat wij hier nog heel veel vaker zullen zijn. Dus dat is goed nieuws. Hij zit al een uur hier heel schattig op het strand bij de pedicure. Dat kan je namelijk doen hier. Hallo schat. Hallo. Is het lekker? Ik dacht slapen. Dacht hij te slapen? Ja. Ja? Kijk, dit is dus dat tentje waar ik jullie over vertelde. Ja, daar is dus lekker het strand. En dan kun je hier gewoon lekker je voetjes laten doen. En ik ga maar eens even mijn nagels doen. Want check dit. Al die nagels heb ik afgekrapt. Die niet. En die is ook afgebroken en de rest is best lang. Die moet ik ook nog eraf halen. Dan heb ik ook alles eraf gekrapt. Oh, hier heb ik alles eraf gekrapt. Top. Kom op. You can do it. Ik zit hier dus nu te wachten en achter mij zijn dus die mini turtles. Die zijn zo cute. Eentje die wilde er net op, maar het lukte hem niet. Het liefst wou ik hem zo een zetje geven, maar dat kan natuurlijk niet. Ja, ik wacht. Ryan is bijna klaar en dan is het mijn beurt. Dan gaan we deze vingertjes even fixen. Ik laat jullie zo een after zien van mijn nails. En ja, laatste dag. Morgen gaan we naar huis. Morgen in de ochtend gaan we masseren. Bij diezelfde jongen waar we vorig jaar, wil ik zeggen, maar dit jaar april, waren we ook hier. En toen werden we gemasseerd door een jongen en die was zo goed. Dus we hebben weer een afspraak bij hem geboekt. Oh, dit is trouwens mijn andere nieuwe bikini. Deze is denim on denim. Ik vind hem echt super tof. Ja. Nails done. Oh my god. Look how pretty. Koraalrood. Ryan heeft het voor mij uitgekozen. Ik heb een gellakje gedaan. Dus dat betekent dat het over 3 weken nog steeds mooi zit. En het was meteen droog. Juju, hoe voelde jouw pedicure? Goed. Helemaal top. Je blij, hè? Nieuwe voeten. Fantastisch. Nieuwe voetjes.
Nergens in Nederland kunnen we dat doen. Hij zegt, waarom doen ze dit nou niet in Nederland? Het is zeg maar zo'n Zuid-Amerikaanse vrouwtje die het zo goed doet. Dus kijk er nu iemand die zelf een pedicure geeft of whatever die gewoon vet goed is. Laat ons weten in de comment, want wij hebben gewoon geen goed adresje. Zit de oude hoeren die gewoon goed is in de shit. Gewoon. Op zijn Zuid-Amerikaans, niet die Nederlandse medische kennis. Dat werkt niet. Nou, je hoort het. Dus op zijn Zuid-Amerikaans. Wie oh wie kijkt nu of kent iemand die op zijn Zuid-Amerikaans een pedicure geeft? Let us know in de comments. Nee, trouwens, ik vind dat mijn kijkers ook best wel even mogen weten dat mijn vriend deze laatste paar dagen super geheimzinnig doet. En continu wanneer ik aankom gelopen, dan zegt hij, wacht even, is hij aan de telefoon? Is hij aan het bellen? Is hij aan het facetimen? Gewoon aan het werk. Aan het werk. Maar iedere keer moet ik weg en mag ik het niet horen. Dus volgens mij ben je wel van plan. Huh? Ik zou me heel lief zijn als ik jou ben. Ik ben jarig over een paar dagen, dus ik denk dat het daar te maken mee heeft. Daar zo bitches mee te maken heeft. Jullie zullen het zien in de eerste volgende vlog, denk ik maar. Hé, 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 hé. Alleen dat je weet dat ik je verjaardag ga bossen dit jaar. Jezus. Zie je? Heb je een klein beetje een idee? Ik heb nul. Echt nul idee. Hè? Ja. Weet je nog dat je aan het kijken? Jij gaat zo het spijt hebben einde van de week. Jij gaat zo het spijt hebben, baby. Jij? Oh mijn god. Ik ben echt benieuwd of jullie mijn man beter kennen dan ik, want ik heb echt serieus geen idee. Love is this love, is this love what I'm feeling. Mevrouw. Oké, we gaan nog even lekker wat eten bestellen. En we gaan pas rond een uurtje of 8:30 vanavond avondeten. Weer bij Vita, trouwens. Dat is een vegan restaurantje hier op Curaçao. En lekker. Dat is zo lekker. De vorige keer heb ik het volgens mij... Ik heb ook een lekker vegan gegeten. Dat heb ik niet eens verteld. De barbecue bij Angelo. Angelo, voor het eerst hebben we vegan burgers gegeten, vegan worst en een soort van vegan brood. En Angelo, het was fucking lekker. Ja, het was echt heel lekker. Ja, en Laura, die dat dus toch stiekem ergens in je onbewust heb je toch dat vleesgevoel. Maar dat mis je niet. Maar gisteren aten we voor het eerst net iets dat leek op vlees. Nou, deze mevrouw hier naast mij heeft er 6 mensen gegeten. Ja, ik heb helemaal veel gegeten. Stom dat ik dat eigenlijk niet had gefilmd. Maar dat is wel grappig dat je dat toch stiekem in je onbewust. In je onderbewustzijn was er hamburger aan het eten. Maar ik dacht van mezelf, hamburger, worst. Wel jij en je worst. Ja. I know, ik vind worst altijd zo lekker, maar ik mis totaal geen vlees nog. Hoe lang zijn we nu vegan, schat? Ik al bijna 2 maanden. Bijna 2 maanden nu. Yes. Dus dat is, het gaat de goede kant op. Strong. En we missen, we missen eigenlijk helemaal, ik mis het niet. Dus het gaat de goede kant op. Maar dat nepvlees gisteren op de barbecue was dan toch wel heel lekker. Oké, nou, genoeg. Vanavond Vita, laatste paar uurtjes chillen en morgen gaan we naar huis. En wij zijn uit Ibiza. Uit Ibiza, uit Curaçao. Hoi! Hoi! Lekker schat. Vegan garnaaltjes van soja. Aardappeltje en lekkere groenten. Goedemorgen. Hier ligt mijn bedje klaar. En ik krijg een massage van the best of the best of the best. Hallo. Daar ben je weer. Ja. Oké, we waren op Curaçao en we hadden echt zoiets van, we moeten je weer gaan bellen, want die massage was zo lekker de vorige keer. Ja. Dus hier bij het Amalia Boutique Hotel hebben wij de massage geboekt. Maar volgens mij kan je ook rechtstreeks boeken bij jou, hè? Ja, ik zal alle gegevens wel even in de beschrijving zetten. Dus ik ga ervoor liggen. Yay! Ik ben klaar met de massage. Dit was zo lekker. Ik kan het jullie niet uitleggen. Maar hij masseert op een manier hoe ik nog nooit eerder ben gemasseerd. Vorige keer ook al. Ryan zei de vorige keer ook van wauw, dit wil ik weer. Dus toen we aankwamen een paar dagen geleden, zei Ryan, we moeten meteen die massage boeken. We moeten die massage boeken. Nou en echt, ik kan het niet echt uitleggen. Hij gaat zo gedetailleerd te werk. Hij pakt echt spieren die je volgens mij nooit eerder hebt gevoeld, waarvan je niet eens wist dat het spieren waren, zeg maar. Echt op een hele bijzondere manier masseert hij. Dus ik maak hier gewoon heftige reclame voor deze jongen hier. Want dit, als je op Curaçao bent, moet je hem gewoon echt boeken. Dit moet je gewoon voelen. Dus ik zal alles in de beschrijving plaatsen. Mocht je hier zijn en denken, ik wil ook die massage, kunnen jullie hem even contacten.
Mocht je hier in het Amalia Boutique Hotel verblijven, is het heel makkelijk. Want dan regelt hij ze het gewoon voor jullie, de eigenaar. Maar dit moet je echt meemaken. Oké, wij gaan nu snel inpakken. Ik in ieder geval, want Ryan ligt nu lekker. Maar ik ga eventjes nog heel even iets leuks aan jullie laten zien. De eigenaar van Amalia Boutique Hotel is een echte kunstenaar. En maakt dus van die hele leuke poppen. En dat vind ik heel tof. Dus ik ga jullie er even een paar laten zien. Kijk. Deze maakt hij allemaal zelf. En hier heeft hij er eentje. Kijk hoe cute. Hier heeft hij er eentje. Daar zit er eentje. Deze is nieuw. Deze was er vorige keer nog niet. Deze is ook nieuw. Kijk hoe cute. Die maakt hij gewoon allemaal met de hand. Ik vind het zo tof. En deze zijn, ja, vertel maar. Nou, deze zijn de kleine Amalia-poppetjes. Ja, de kleintjes. Ja, die kleintjes die worden nog van klei gemaakt. Van klei. Dus van groot zijn we naar klein gegaan. Deze zijn gewoon de hobby, van hobbyklei. Dus zijn de privécollectie. Ja. En deze kunnen wel op reis met mensen. Kijk. Welke vind jij het leukste? Ja, welke niet? Ik vind ze allemaal zo cute. Oké, wacht, ik ga kijken. Die ligt te chillen. Ik vind ze allemaal zo leuk. In de minimutte? Van welke? Van die blauwe? Ja, van deze. Want deze zijn betere kwaliteit. Ik denk die. Deze. Ja. Die zit wel lekker te chillen. Ja, dus deze. Ja. Ze is in de kleuren van de Curaçaose vlag. Ja. Onze vlag is blauw. Die heeft ook een gele streep. Ja. En twee witte sterren. Die streep is van de zonnestralen. En die blauw is eigenlijk van hemel en van onze beach. Leuk. Dus dat zijn haar kleuren. En deze wordt voor Laura. Echt? Is die voor mij? Ja. Oh, cadeautje voor mij. Ja, dus je hebt je cadeautje. Ah, dat vind ik. Ja. Dankjewel. Oké. En hoe ga ik haar noemen dan? Ze heet Amalia. Ze heet gewoon even zo. Ja, kijk. Oh, het zie ik er. Amalia, dus op haar achterwerk heb je Amalia. Oh, ze heet. Made in Curaçao. Curaçao. Yes. Ze heet Amalia. Ziet er op dit moment beter uit dan ik, want ik ben helemaal van die massage. Ben ik helemaal lekker, lekker, lekker ontspannen. Hè? Yes. Maar heel leuk. Dit vind ik echt een heel leuk cadeautje. Dankjewel. Zijn is nu ook klaar. En aan het einde van de deep tissue massage werden we gemasseerd door deze kokosnoten. Misschien wel leuk om toe te lichten, want dit was heel bijzonder. Mm-hmm. Bon. Dit zijn kokosnoten voor de kokotherapie. Dus eigenlijk, het geeft een ander type ontspanning. Dus Ryan in dit geval heeft een deep tissue gevraagd. Dus mijn deep tissue, dat houdt in, ik heb eerst de spieren ontspannen. Dat heb ik eerst gedaan. Vervolgens ben ik dieper in gegaan op de spieren. En dan om hem weer rustig ontspannen te krijgen, die deze kokosnoten. Ja. Het voelt heerlijk aan. Heerlijk. Ja, het was echt ontzettend lekker. Dankjewel weer, tot de volgende keer. Het is voorbij. Een depressieve chick naast me. Ja. Zwaar depressief. Ik wil niet naar huis. Ik wil niet naar huis. Oké, we zijn onderweg naar het vliegveld. Ons mini-tripje is over. Het was een leuke mini-trip. Al Ryan zijn dingen zijn goed gegaan. Let's go. Let's go. Dus mission complete. En mission complete. Ik ben echt immens gelukkig met een vriend zoals jij. Dat betekent dat ik gewoon altijd met je mee mag. Als jij weer naar het buitenland moet. Voor je werk. Schat, even 1 seconde die massage. Wat vind je ervan? Hij is een baas. Marvin is een baas. Marvin is een baas. Ja, echt een baas. Hij is echt goed, hè? Die kokosdingen dan. Ja, het gaat goed maken. Oh, echt? Gruwelijk. Yay! Curaçao. Goedemorgen iedereen. Geland op Schiphol. Hallo Juju. We zijn veilig in het herfstachtige Nederlanden. Op mijn lijf. Ja, op je voorhoofd. Het is 6:30 in de ochtend. En als het goed is, staat onze auto boven klaar en kunnen we meteen naar huis rijden. Dan denk ik dat ik nog even 2 uur ga slapen en vandaag gewoon om 12 uur ga beginnen met werken. Top plan. Home sweet home, destination. Let's go.
go. En daar staat je baby. Hallo. Dat is fijn. Daar staat hij al klaar. Hallo, goedemorgen. Nou, dat komt dus aan op Schiphol. En je auto staat klaar en je kan meteen naar huis. Super chill. Let's go. Hi, liefje. Oh ja. Ze zegt ja. Oh, puppy. Hallo, toetje. Oh, liefje. Bedankt voor het kijken, jongens. Duimpje omhoog, vond je het leuk? Vergeet je niet te abonneren. En chill, ik heb het weer leuk gehad met mijn liefje. Dankjewel ook. Geen dank. Doei, liefje. Hoi. Tot de volgende keer, iedereen. Hoi. Doei.